Afgelopen zondagochtend rond 10 uur verliet André Hazes, 25, met een koffer het huis van zijn nieuwe liefde Bridget, 45, in het centrum van Amsterdam. Grijnzend leek hij met zijn mobieltje contact te hebben met de taxichauffeur die hem verderop stond op te wachten. André moest zich om 10:30 melden bij de Buzines Klaas Bali van de KLM op Schiphol, om met zijn neef en boezemvriend Arno Hofland in te checken voor vlucht KL641 naar New York, die om 2:30 vertrok. Het was natuurlijk romantischer geweest als Bridget haar vriend naar de luchthaven had gebracht, maar ze had op dat tijdstip een werkverplichting elders en was al eerder van huis vertrokken. André en Charno, die zelf sinds kort een relatie heeft met de beeldschone Mano & Co, met wie hij de avond tevoren nog dineerde in Amsterdam, zullen in New York even lekker kunnen bijkomen van alle relatieperikelen die ze als trouwe maatjes de afgelopen weken samen doormaakten, zeker nu ze weten dat het met moeder en tante Rachel zo goed gaat.